Nou, de woningmarkt die zit op slot. Dat gaat, dat gaat echt niet goed. Uh, maar dat moet je tegelijkertijd nuanceren. Het gaat niet goed qua uh, aantallen verkopen. Uh, maar qua prijzen, woningprijzen, gaat het eigenlijk uh, helemaal niet zo slecht. De woningprijzen die zakken een heel klein beetje. Die zijn over de laatste drie jaar ongeveer 8% gezakt. Nou, dat is uh, iets meer dan 2% per jaar. Dat kan je nog steeds gewoon stabiliteit noemen. Dat is niet zo'n probleem. Dus in termen van, uh, is er een crisis... Voor de woningbezitter, nou valt heel erg mee, maar is er een crisis voor de woningmarkt en eh, voor, de, voor, de, voor de dienstverleners in de woningmarkt? Hè, de makelaars, de bouwers, de projectontwikkelaars, ja, daar is een hele grote crisis aan de gang. Nu op Funda kijkt, dan denk je, ja, daar is toch duidelijk overaanbod. Maar dat is eigenlijk geen overaanbod. Want elke woning die op Funda staat, is een bestaande woning waar gewoon een bestaand gezin in woont. En als die woning wordt verkocht, heb je meteen weer een unit-vraag. Dus elke woning, elke, elke, elke woning die aan wordt geboden, is meteen ook een woning die wordt gevraagd. Dus dat, dat cancels, dat heft dat, dat, dat elkaar op. Dus het enige echte overaanbod is het aanbod van nieuwbouw. Maar er is helemaal geen nieuwbouw. Want in Nederland bouwen we alleen maar als de woningen al van tevoren zijn verkocht voor een groot gedeelte. En aangezien dat nu niet gebeurt, omdat mensen geen beslissingen durven te nemen, wordt er ook niks meer gebouwd. Dus we hebben niet een, hele, een heel stuw meer van projecten die klaar zijn, op de markt komen, die verkocht moeten worden. Dat valt heel erg mee. Dus, dus er is wel veel aanbod, maar het is geen netto aanbod. Het, is, het, het, het grootste deel van het aanbod is tegelijkertijd vraag. En dat betekent dat een echte situaties zoals je die hebt in Spanje of in Ierland of in delen van Amerika. Waar dus ook de prijzen naar beneden gaan als een baksteen. Dat hebben wij niet. En uiteindelijk verwacht uh, het Centraal Bureau voor de Statistiek dat we naar ongeveer 8,2, 8,3 miljoen huishoudens gaan in uh, nou, 2025, 2030, 2035. Dat maakt niet zoveel uit, maar in ieder geval, we hebben nog. Een kleine miljoen huishoudens, 800.000 misschien te gaan voor we daar zijn. En daar moeten we allemaal woningen voor bouwen. En die bouwen we nu niet. Want wat ik zeg, de bouw ligt stil. En als je zegt van nou, die fundamental die gaat gewoon gestaag door. Want dat is een soort supertanker die maar weinig van koers of, of snelheid verandert. Dat betekent dus dat de onder, onderliggende vraag naar woningen die groeit gewoon door. Dan zie ik niet hoe we in deze omstandigheden echte prijzen kunnen, kunnen zien kelderen. Ik denk dat mensen in toenemende mate hun best moeten doen om de woning te financieren. En ik denk dat banken uh, hun, hun huiswerk moeten doen om die nieuwe fiscale maatregelen te gaan gebruiken, om, om te zorgen dat het geld van de oudere generatie, de babyboom generatie, gaat naar de jongere generatie. Zodat die starters een woning kunnen kopen. Daar moeten financiële producten op worden ontwikkeld. En die, en die faciliteiten zijn er gewoon fiscaal. Dus dat is een kans die daar gewoon ligt. Die moet worden gebruikt. Ja, en dan zie ik niet hoe de prijzen kunnen zakken. Want de fundamental van vraag, die is er gewoon. Ja, tenzij de rente helemaal door het dak gaat. Maar dat zie ik ook niet. Dus ik zie niet waarom de prijzen lange termijn echt zouden moeten zakken. Nou, ik denk dat... Waar de Nederlandse consument vooral behoefte aan heeft, is rust en duidelijkheid. We zagen toen er op een gegeven moment hele grote geruchten ontstonden... dat de overlastbelasting wel eens zou kunnen gaan verdwijnen of beperkt zou worden... dat de markt helemaal op slot kwam te zitten. Dus mensen anticipeerden dat en zeiden... nou, dan wacht ik nog wel even met een woning kopen of verkopen. En zo denk ik dat, dat overheid ingrijpen, als dat... Dat leidt eigenlijk vooral tot onzekerheid en onduidelijkheid. En als de overheid nou maar zegt, gewoon nou, we beloven je, we doen de komende zes jaar gewoon helemaal niks. We doen niks aan de hypotheekrente aftrekken. We doen niks aan het huurwaardevoorver. Niks aan de financiering. Het is wat het is. En nou kunt u in, dat, in, in die omstandigheden uw beslissing nemen. En dat is een lange termijn beslissing waar u behoefte heeft aan zekerheid. Ik denk dat dat het beste is wat de overheid zou kunnen doen. Dus gewoon beleidsarmoede. Ik denk dus ook dat het belangrijk is dat de sector, dus de ontwikkelaars en de bouwers en de makelaars, niet te veel gaan wijzen weer naar de overheid. Van overheid doe iets, maar vooral zeggen overheid rust, rust aan het front, zorg dat mensen zekerheid hebben over wat ze lange termijn kunnen verwachten en daarop hun beslissingen kunnen afstellen. Daar is denk ik de markt nu vooral mee gebaat.